Welkom bij Casio College, het grafiekenscherm. Het grafiekenscherm vinden we bij menu 5. Ik heb de cursor nu op 5 gezet, graph, en ik druk op execute. Het scherm opent zich en hier zie je een aantal vergelijkingen staan. Bij 1-2 zal ik nog even wat gaan invoeren. Ik voer hier, druk op de breukentoets en ik ga invoeren een kwart x-draad min 2. Ik zet hier een 1 neer, hier zet ik de 4 neer. Pijltjes toets naar rechts om uit de breuk te gaan. Ik neem dan natuurlijk deze variabelen van de x. En ik neem dan de x kwadraat toets. Het voordeel is dat je dan niet eerst uit de kwadraat hoeft te gaan. Je kunt gewoon doortikken. Min, de grote min toets natuurlijk. De kleine is alleen voor het teken. Min 2. Dan druk ik op execute. Dan springt de cursor meteen naar de volgende regel. Waardoor ik een nieuwe functie zou kunnen invoeren. Maar dat ga ik niet doen. Ik kan nu op F6 draw drukken om de functies te gaan tekenen. Nou, je ziet, de functies staan nu in beeld. Het staat een beetje scheef in beeld. Het aardige van deze machine is, als ik nou even op deze pijltjestoets naar rechts druk, dan schuift het plaatje gelijk op. Je hoeft niet gelijk een nieuwe x-min en x-max en dergelijke in te voeren. Ook een handige truc is, als ik op de plus-toets druk, dan krijg je gelijk een inzoomer. En als ik weer op de min een aantal keer druk, dan zoomt die gelijk weer uit. Zodat je heel snel, zonder je window helemaal hoeft bij te stellen, met het scherm kunt manipuleren. Laten we even gaan kijken naar een aantal windowkeuzen. Dan neem ik V-window, F3, dat zijn de window-instellingen. En daar kun je natuurlijk op de ouderwetse manier gewoon een minimale en een maximale voor X en Y instellen. En ook waar de schaalverdeling van de assen is. Maar we hebben hier ook een aantal handige. Initial, dan pakt hij gelijk het mooiste scherm wat er is. F2 trick als Windows ook wel heel handig. Als je namelijk te maken hebt met sinussen, kies je automatisch min 6 tot plus 6. Min 2pi tot plus 2pi. En als je te maken hebt met graden, gaat die gelijk van min 360 tot plus 360. Waardoor je de bekende fout niet meer kunt maken. Standaard, dan krijg je standaard min 10 tot plus 10. En als ik dan op execute druk, dan twee keer, dan tekent hij dat plaatje weer. Je ziet dat hij hier, als hij een vrij grotere schaalverdeling heeft, dan haalt hij het raster weg, omdat je anders een beetje te veel gekriebel op het scherm krijgt. Ik zet hem weer even op initial en ik druk op execute twee keer en dan tekent hij weer de standaardfunctie. Waarvoor gebruiken we het grafieke scherm het meest? Dat is natuurlijk om er allerlei mooie berekeningen op te doen voor snijpunten en maxima. En dat zit onder de G-Solve, F5. Met G-Solve kun je allerlei berekeningen doen op deze grafieken. Laat ik eens even gaan kijken. Ik ga bijvoorbeeld een maximum uitrekenen. Nee, laat ik eens een minimum gaan doen, want er zijn meerdere minimums. Dat maakt het interessant. Ik druk op minimum F3. En het aardige is dat die functie dan gaat knipperen. Hij zegt eigenlijk tegen ons van, wil je deze functie hebben? Druk op de pijltjestoets, gaat de andere knippen of wil je deze hebben? Nee, ik wil inderdaad dit minimum hebben. En om het minimum uit te rekenen, druk ik op execute. Je ziet, hij pakt hem gelijk. Je hoeft geen grenzen aan te geven. En je ziet gelijk staan wat de waarden zijn van jouw minimum. Hij is, even kijken, even op de shift drukken. Dan zie ik hier staan, het zit net onder elkaar, min 1,2,5 zijn de waarden van het minimum, min 2,5. Zo zijn er natuurlijk nog meer keuzes. Ik ga even dit weer leegmaken door op Sketch Clear Screen F1 te doen. Dan gaan alle getallen eruit. Hij tekent weer even opnieuw. Ik druk weer op G-Solve en ik ga eens kijken naar een aantal andere mogelijkheden. Root is natuurlijk het snijpunt met de x-as. Hier geldt weer hetzelfde. Hij gaat weer knipperen. Ik zal dit even niet doen. Ik druk nu even op execute drukken. Dan zie je het snijpunt is hier 0,0. Zoom is inzoomen, plus en min. Dat hebben we net al gezien. Even op G-Solve drukken. Maxima, minima, het snijpunt met de y-as. Het snijpunt van twee grafieken. Ik druk op intersect. En hij pakt gelijk het eerste snijpunt. Hij hoeft er niet te knipperen omdat er maar twee grafieken zijn. Druk op pijltjestoets naar rechts. Dan pakt hij gelijk het tweede snijpunt. Wil je dat snijpunt bewaren in beeld? Druk ik nog een keer op de execute. Dan zet hij de coördinaten van het snijpunt, zoals je ziet, daarbij in het scherm. Ik maak weer even met Sketch Clear Screen weer leeg. Ik teken opnieuw. Ik druk weer op G-Solve. En ik laat nog even twee andere functies zien. Ik ga even naar rechts. En hier heb ik de y-kalk. Dat is eigenlijk een soort trace. Als ik dan een x opgeef, rekent hij die y uit. Dat is heel erg handig. Maar de x-kalk is eigenlijk nog veel handiger. Als ik namelijk een horizontale lijn wil tekenen, y is 1, en ik wil laten snijden met die grafiek. Dus ik doe bijvoorbeeld x-kalk.
Nou, dat wil ik dan bijvoorbeeld van die parabool hebben. Dus ik ga naar beneden. En dan voer ik in x-kalk 1. 1, x-kalk 1. Even kijken. En ik druk op execute. Dan vind je gelijk de twee x-coördinaten die horen bij die y-waarde. Dus je hoeft niet met second calc intersect te werken om dit uit te rekenen. Oppervlakte is ook een hele leuke functie op deze machine. Ik maak weer even het scherm leeg met shift clear screen. En dan ga ik op G-solve drukken, F5. En dan ga ik F6 naar de meerdere keuze kijken. En hier onder de integraalteken kan ik natuurlijk de oppervlakte berekenen. Nu kan je gewoon de oppervlakte berekenen bij F1 met een opgegeven begin- en eindwaarde op de klassieke methode. Maar een leuke toevoeging is hier dat je ook oppervlakte bij F3 op basis van intersect kan bepalen. Dus je kunt eigenlijk het vlakdeel tussen blauw en rood in één keer bepalen. Ik druk op intersect en hij vraagt gelijk naar een lower limit value. En daar heeft hij al een snijpunt voor uitgerekend, want ik doe tenslotte een oppervlakte op basis van het gebied tussen twee grafieken. Dus de snijpunt hoef je niet meer apart uit te rekenen. Dat pakt hij gelijk voor je mee. Ik accepteer deze. Dan druk ik op pijltje naar rechts, want dan moet ik een bovengrens bepalen. Die accepteer ik weer. En je ziet, hij berekent gelijk de oppervlakte. Hij geeft niet alleen de oppervlakte aan, dat groenige rechthoekje of trapeziumpje. Maar hij geeft ook nog de integraal. Hier kan ik zien, omdat die getallen hetzelfde zijn, dat ik de juiste integraal bij de juiste oppervlakte heb. Soms neem je de grenzen verkeerd, zodat positieve oppervlakten met negatieve samenvallen. En dan zul je zien dat de integraal verschilt van de oppervlakte. Is een handig hulpmiddel om je eigen fouten uit je berekening te halen. Ik maak weer even het scherm leeg met Sketch Clear Screen. En ik ga nog wat andere dingen van Sketch bekijken. Een aardige functie is bijvoorbeeld de tangent, de raaklijn. Je ziet dat hij gelijk een raaklijn bij x is 0 tekent. En ik kan die raaklijn mooi laten schuiven over het scherm. En ik kan ook gewoon op een getal kiezen wat binnen het domein ligt, bijvoorbeeld 2. En dan doe ik execute. En hij tekent gelijk de raaklijn in 2. En niet alleen dat, als ik daar nog een keer op execute druk, dan geeft hij ook nog de vergelijking van de raaklijn hier links onderin het scherm. Laten we eens verder gaan kijken naar het grafiekenscherm of naar het formulescherm. Daar zijn ook een paar functietoetsen onder. We hebben hier bijvoorbeeld die select toets. Als ik deze functie niet in beeld wil hebben, I1, dan druk ik op select en dan wordt hij niet getekend. Je ziet dat het isje van dat er een wit vierkantje op komt, dat betekent dat hij geselecteerd is. Verdwijnt dat vierkantje, is hij niet geselecteerd. Met delete kun je natuurlijk een functie weghalen. En met type, dat is wel een aardige functie. Als ik hierop druk, dan zie je dat je een keuze krijgt uit parameter, chroma en een heleboel andere zaken. En het aardige van deze functie is dat je op onze machine in één scherm verschillende soorten vergelijkingen in één grafiek gaan kijken. Laten we eens kijken naar de volgende vectorvoorstelling. Xi is 1,1 plus lambda mal min 2,1. In het nieuwe programma zullen we ook met vectorvoorstellingen gaan werken. Nou, ik heb die hier nu. Ik heb hem nog niet geselecteerd, zie ik nu. Dus ik ga even naar beneden en ik druk op select. Je ziet dat ik de vergelijking heb ingevoerd, de vectorvoorstelling, als een parametervoorstelling. 1,1 plus lambda mal min 2,1. Dat komt in dit geval op hetzelfde neer. En ik teken hem. En je ziet dat ik hier de vectorvoorstelling van een lijn in dit geval heb. Maar je kunt natuurlijk ook vectorvoorstellingen van andere figuren hebben getekend heb. Je denkt misschien wat vreemd. Hij houdt hierop. Ja, de t loopt van 0 tot 2, de lambda loopt van 0 tot 2pi in dit geval. Dus ik ga even naar V-window. En ik kan hier onderin ook de t-waarde instellen. En die ga ik even op zetten op 20. En daarboven zet ik hem even op execute om hem te bevestigen. En daarboven zet ik hem even op min 20. Min 20, execute. En dan zul je zien dat de hele lijn mooi in beeld staat in dit geval. Oké, dit was de vectorvoorstelling. We gaan even kijken naar een aantal andere keuzes hier onderin. Modify. Met modify kun je een variabele invoeren in een functie. Dat geeft je ook keurig aan. En als ik een variabele invoer in een van de functies, dan kan je bewegende grafieken krijgen. Ik doe bijvoorbeeld een a in de grafiek. En dan kan je de a-waarde laten variëren. En dan tekent die dynamische grafieken. Wat ook wel aardig is, is de volgende wat ik even jullie wil laten zien. Ik heb hier alvast iets ingevuld. Ik heb hier de DDX gekozen. Die kun je gewoon kiezen bij Option en dan bij Calc. Kun je dan een keuze doen voor DDX. En je ziet dat ik hier I2 heb ingevuld. Hoe doe ik dat nou? Hij neemt nou de afgeleide nu van
de tweede functie van I2. En die I2 die kun je op volg als volgt maken. Ik zal hier nog een keer zo'n functie invoeren. Ik doe pijltje naar rechts. Verschijnt onderin de I, die kies ik aan. En als ik hier gewoon een eentje achterpoot en ik zet vervolgens plus 2 neer, dan tekent die de functie I1 waar 2 bij wordt opgeteld. Ik zal even kijken als ik dit teken of dat ook een beetje in beeld komt. Ja, daar heb je hem. Je hebt nou 2 blauwe boven elkaar en deze is 2 bij opgeteld. Op deze manier kun je dus makkelijk met vars I1, I2 opnieuw een functie tekenen. De snijpunten die we vinden en de maxima kun je in het rekenscherm gewoon weer terughalen onder X en Y. Dit was het filmpje over het grafiekenscherm. Bedankt voor jullie aandacht.